Sinds half oktober is de gemeente Maarschouw aangesloten bij de Voorzieningenwijzer. De Voorzieningenwijzer is een online applicatie die inwoners met een laag inkomen kan helpen bij het maken van bewuste keuzes en het beter benutten van voorzieningen, zoals minimaregelingen en toeslagen. Wethouder Carla Peters legt uit waarom de gemeente Maarschouw de Voorzieningenwijzer belangrijk vindt en u er gebruik van kan maken. De Voorzieningenwijzer is een online tool wat onze inwoners gaat helpen om meer zicht te krijgen op uitgaven, waar kunnen ze besparen. Maar ook bijvoorbeeld verzekeringen, ben ik te duur verzekerd of niet te duur verzekerd. En het gaat inzicht brengen aan mogelijk kosten besparen voor onze inwoners. Kun je uitleggen hoe dat dan werkt? Nou ja, dat is een online tool, daar kun je naartoe gaan hè, met de website en dan kun je dat zelf doen. Of je vraagt aan van goh, ik wil hulp en ondersteuning, dan krijgt u iemand die dat met u samen gaat doen. En ja, als u ondersteuning wil, is dat natuurlijk altijd handig. Dan kijkt iemand met u mee, hoe moet u dat doen? En daarmee is het mogelijk of om kosten te besparen, of om van voorzieningen gebruik te maken waar u nu nog geen gebruik van maakt, zodat u daarop geattendeerd bent tot u meer, tot er meer voorzieningen zijn waar u misschien nu nog geen weet van heeft. Voor wie is het bedoeld? Voor alle inwoners met een smallere beurs. Dus iedereen die denkt van goh, ik heb toch wel moeite op het eind van de maand om rond te komen. Ja, wil ik adviseren. Ga eens kijken of dit een tool is voor u wat u kan helpen. En wat levert dat op? Ja, als het goed is, besparing, zodat u aan het eind van de maand wat meer overhoudt. Ja. Inzicht in de uitgaven. En als u de financiële basis op orde heeft, geeft dat ook rust in uw hoofd. Dat hopen wij in elk geval. En wie kan eraan meedoen? Iedere inwoner van Maarschouw met een smalle beurs. En wat is de rol van de gemeente? De rol van de gemeente is dat wij ons natuurlijk altijd zorgen maken over mensen die financiële stress ervaren. En we willen heel graag dat iedereen in Maarschouw het goed heeft. En daar maken we ons hard voor en daarom hebben we deze tool ook in het leven geroepen. Maakt iedereen gebruik van die regeling? Nee, dat is het nou juist. Er zijn nog heel veel mensen, weten we, die niet gebruik maken van de gemeentelijke regelingen, terwijl ze er mogelijk wel recht op hebben. En dat willen we door middel van deze inzet ook stimuleren, dat we meer mensen bereiken, zodat ze ook de middelen krijgen en van de regelingen gebruik maken, zodat ze financieel beter boven water blijven. En als je nou niet zo handig bent met computers, wat doe je dan? Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld naar de Spil gaan, naar ons wijkgebouw. De mensen daar helpen je verder. Of de mensen van de BIEB, die helpen iedereen die wat moeite heeft met het digitale om ondersteuning te geven. En van daaruit worden mensen verder geholpen.